Het Elsje Vink Sanitair College, COVAP, maakt ook moeilijke tijden door en voelt ook alle gevolgen van de economische crisis. Directeur Anshel Wallerlei Kumbangsila zegt in gesprek met ATV dat de organisatie grotendeels haar eigen broek moet ophouden. Dat is geen gemakkelijke taak. COVAP is deel van die maatschappij. We staan midden in die maatschappij. Ook voor ons is, wij voelen ook alle gevolgen van die financiële situatie. We zijn een subsidieafhankelijk bedrijf in die zin dat de salarissen worden gesubsidieerd. De rest van de bedrijfsvoering moeten wij zelf verdienen. Wat dus inhoudt dat wij voor een heel groot deel gewoon onze eigen broek moeten ophouden. Wij verkopen onderwijs en dat betekent dat met die diensten die we verkopen, dat we dus ook geld naar binnen moeten halen om het bedrijf gezond te houden, om continuïteit van onderwijs te garanderen. Dat is gewoon de straightforward bedrijfsmatige kant. BTW is ook ingegaan, conform de wet zijn wij helaas ook BTW-plichtig. De COVAP-directeur stelt verder dat de school niet onder het ministerie van Onderwijs valt, zoals andere onderwijsinstellingen. Vele onderwijsinstituten zijn vrijgesteld van de belasting over toegevoegde waarden. Bij COVAP is dat niet het geval. Wij zijn een onderwijsinstelling die vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. Dat gezegd hebbende zijn wij niet in die wet genoemd als een organisatie die vrijgesteld is van BTW. Dus dat betekent dat dat ook zijn weerslag zal hebben op de opleidingskosten. Maar we zijn in gesprek, wij gaan in gesprek daarover met het ministerie van Volksgezondheid. Om na te gaan wat er vanuit Volksgezondheid en de mensen in DNA die deze wet zelf hebben gemaakt, gedaan kan worden. Wallerlei Kumbangsila zegt dat de verhogingen ook doorwerken in de opleidingskosten. Wat betreft de kosten voor het volgen van de opleidingen worden er verschillende modellen bekeken om de studenten tegemoet te komen.